Welkom en leuk dat je luistert. Via RTVS en RTV Parkstad is dit tot 9 uur de S-Express. Jouw vrijdagavond weekend vibe met live optredens, bijzondere gasten en de beste muziek. Presentatie Alex Bos, Bert-Jan Brinkman en Dorien Franke. Dit is de S-Express. 8 minuten over 8, hoe krijgen we het voor elkaar? Dag allemaal, we zijn er gelukkig weer. En de studio, zoals gezegd, zit inmiddels vol en staat vol. En wat een camera's. Ja, en wat een leuke muziek komt eraan. Wij hebben er al iets van mogen horen en thuis nog even niet. Tenzij je vanmiddag in Groningen bent geweest. Dan heb je daar iets kunnen horen. Sinds een aantal jaren schrijft ze Engelstalige liedjes. Haar muziek kenmerkt zich door de authentieke teksten en haar unieke stemgeluid. Mensen ontroeren met haar muziek, vindt ze het mooiste wat er is. Vanmiddag waren ze in Martini Plaza. Nu zijn ze hier. Mirjam Zuiderveld en Pieter Nanuru. Welkom. Dag allemaal. Hi. Hoe gaat het met jullie? Ja, goed. Goed? Ja. Ja, jullie zien er goed uit. Was het leuk vanmiddag in Groningen? Het was vooral heel druk in Groningen. Heel druk? Ja, dat was een drukke beursvloer vanmiddag, maar wel heel gezellig. Ja. Ja. Heel gezellig. Heel leuk om te doen. Je vertelde net, jullie stonden daar met de gitaar bijna recht omhoog, omdat je het bijna niet kon spelen, zo druk. Wij zijn, het was een pop-up concert, dat hadden we nog nooit eerder gedaan. Maar ik geloof daar ook niet, volgens mij was het daar ook de eerste keer. En we stonden inderdaad gewoon echt tussen de mensen die niets vermoedend zaten te eten. En ineens begonnen wij te spelen, dus dat was heel erg leuk. Ja. Maar inderdaad op echt een vierkante meter of zo. Dus af en toe de gitaar gewoon letterlijk omhoog om iemand door te laten. Dus dat was wel grappig. Ging allemaal letterlijk. Ik hoop dat er beelden van zijn, want dat lijkt me wel even geinig. Ja, dat geinig, hoop ik eigenlijk ook. Geinig te zien. Nogmaals, welkom Mirjam. Wie is Mirjam Zuiderveld eigenlijk? Ja. En dan moet je dat woord zeggen, hè? Singer-songwriter. Ja, singer-songwriter, ja. Dat is wat. Ik zag laatst op Facebook een grapje erover, dat je het singer-songwriter-syndroom schijnt te kunnen hebben. Oh, echt? Ja, dat lijkt me heel ernstig. Ja. Maar ik kom uit Zuidhorn. Ja. En ik schrijf inderdaad sinds een aantal jaar mijn eigen liedjes. Het liefst in het Engels, vind ik een mooie taal. De laatste jaren eigenlijk samen met Pieter. Ja, samen met Pieter Nanuru. Ik spreek het weer goed uit, hoop ik, Pieter. Ja, nog steeds de enige. Ik ben de enige die in één keer alles zoet uitspreekt. Echt waar? Nou, ja. Ik noteer het even. Ik heb al 2 keer iets goed gedaan vanavond, dus het kan nu alleen nog maar misgaan. Wie is Pieter? Jij komt niet uit Zuidhorn, hè? Nee, ik kom uit Assen. En sinds de laatste paar jaar begeleid ik Mirjam op gitaar. En ik vind het best wel interessant om een singer-songwriter te begeleiden als Mirjam, omdat... Ik vind omdat ze met haar unieke stemgeluid... Ik heb heel veel singer-songwriters gehoord, maar ik vind toch dat zij een stemgeluid heeft. Die zou je ongetwijfeld vanavond horen. Die je niet zo vaak hoort namelijk. En ik vind het bijna een eer om haar te begeleiden. En, het is meer... Begeleiden is eigenlijk meer het uitbeelden van wat zij zingt. Ja, prachtig. Dat is wat ik... Ik voel mezelf ook geen gitarist, maar meer iemand die sfeer uitbeeldt op de gitaar. Ik voel helemaal met je mee, want ik heb natuurlijk al lang iets van jullie gehoord. Want Mirjam, je hebt een EP uit, hè? Ja. 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 En we kunnen zo het een en ander van je horen op het internet. En je hebt mij ook eens een keer iets toegestuurd. En dat klinkt allemaal prachtig en geweldig. Dus we zijn heel erg benieuwd. En 2 keer is het misgegaan hier op de zender. Ja, dat klopt. Ja. Ja, we hadden ons heel erg op vreugde. Toen ging het even mis inderdaad. Maar we zitten hier nu, dus het is hartstikke leuk. Ja, gelukkig. En die EP die heb ik zonder Pieter nog gemaakt. Dus het is alweer een tijdje geleden. Dus ik hoop dat we over een tijdje weer tijd hebben om dan samen... iets te gaan opnemen. Dat zou heel leuk zijn. Dat hoop ik ook. Het wordt hier vanavond ook opgenomen trouwens. Ook al die camera's staan er natuurlijk ook niet voor niks. Dus jullie, maar ook de mensen thuis, kunnen daar het een en ander van terugzien vanaf ergens gedurende dit weekend. Hoe zijn jullie dan bij elkaar gekomen, Mirjam? Wij waren collega's. Inmiddels niet meer. Maar een datingsite. Nee. Ja, dat staat dus nu gewoon echt vastgelegd, hè? Dit tippen we eruit en plaatsen op de website. Ja, ja. Nee, we waren collega's en ik weet eigenlijk niet. Volgens mij zijn we een keer bij een receptie of zo voor het werk. Dat we voor het eerst speelden, zoiets was geloof ik. Op een gegeven moment had je met een aantal gitaristen en pianisten uitgeprobeerd. En dat ging niet zo vloeiend, zeg maar. En toen was ik aan de beurt.
En ik werd goedgekeurd. Oh, zo ging dat? Ja, nee. Check, klinkt check, heel kieskeurig, hè? Klinkt heel kieskeurig. Als een echte Alsof Disa. Alsof in de veemarkt staat. Ja. Nee, maar het, is, het moet natuurlijk ook klikken, hè, tussen je twee. Je kunt wel allebei heel goed kunnen spelen en zingen, maar het moet ook een klik zijn, denk ik. Ja, en vooral muzikaal. In de eerste plaats muzikaal. En als je, kijk, mijn nummers, daar kan je in een volle kroeg mee gaan staan, maar dan valt het in het niet. Ja. En als je dat van tevoren weet en als jouw doel is om zoveel mogelijk kroegen af te lopen en daar voor volle zalen te spelen, ja, dan is het niet handig om met mij te gaan samenwerken. Want dat is niet een soort muziek. En je moet van een luisterend publiek houden. Want wij hebben de laatste keer in het Cultureel Centrum in Zuidhorn gespeeld. En mensen zitten ook echt. En mensen zitten soms een meter van je af. Ja. En ik weet dat Pieter, daar hebben we het wel eens over gehad. Die was dat niet helemaal gewend. En ik vond dat heerlijk. Dus dat is heel leuk. En daar vind je elkaar in nu. Ik hoor het meer dat heel eng is. Zo'n huiskamerconcert. Want dat doe je ook, hè? Huiskamerconcert. Ja, daar hebben we een beetje aan gesnuffeld. We hebben nu, staat ook op mijn site. Mensen kunnen dat ook boeken, de huiskamerconcerten. En dat is ontzettend leuk om te doen. Ik hou er juist van als mensen een beetje dichtbij zitten. Als je kunt vertellen waar je nummers over gaan. Als je daar een beetje de ruimte voor krijgt. En zo'n huiskamer is de ideale setting daarvoor. Ja. Dus dat is leuk om te doen. Dus ik hoop dat we daar nog veel meer van gaan krijgen. Nou, kan ik me voorstellen. Waar kunnen mensen iets over je vinden als ze denken, als ze na vanavond denken, ja, kom bij ons. Mijn website. Nou, bijvoorbeeld. MirjamZuiderveld@wordpress.com is het. Ja. Daar kun je het vinden. Je kunt ook gewoon googlen en je kunt op YouTube kijken. Er staat ook al een hele hoop. Er hoeft er niet zoveel voor te doen, want heel vaak wordt er gewoon niets opgegooid. Dus dat is ook wel weer mooi. En er zit een soort video aan te komen van het Cultureel Centrum, waar wij de hele avond opgenomen hebben. En daar wil ik nog een compilatie van maken, zodat mensen ook een beetje kunnen zien van, goh, wat is dat dan? En waar gaan die liedjes over? En dat is juist het leukste. Nou, ik hoop dat jullie hier ook helemaal in je nopjes zijn. Want je zegt huiskamerconcert. We hebben er toch een huiskamertje voor je gecreëerd hiernaast. Zullen jullie gewoon voorzichtig naar de andere kant gaan? Dan gaan helemaal wij goed. Een plaatje draaien of twee. En als jullie denken dat je er klaar voor bent, gaan we van start. Goed zo. Pieter Nanuru, Mirjam Zuiderveld. We zijn heel erg benieuwd. Tot straks. Benieuwd wat ze gaan brengen. Je weekend begint hier met de S-Express. I'm taking time to clear my mind, though time is running out. The more I try, the more I find that the world keeps spinning round. I know I need a change, and when I watch the clouds go by on the northern sky, I wish that I could fly and glide with them on wings of time, so I could leave it all, leave it behind. Feel I'm lost in my own life with nowhere left to go. The truth is never on the surface. Take me with you when you go. The clouds will fly on the northern sky. I wish that I could fly and glide with them on the wings of time, so I could leave it all, leave it behind, leave it behind. Leave it behind.
Dankjewel. Ons volgende nummer, dat heet Hold On To You. Places you would rather be and spend your precious time on me, and yet I hold on to you. It hits me time and time again, I know I need a better friend, and yet I hold on to you. What if I'm lost without you? What if it hurts too much? Will you ever find your way back again? I can't remember what went wrong, but I know I'm not your favorite song, and yet it keeps on playing. We both know this book is closed, but what bothers me the most is that I hold on to you. What if I'm lost without you? What if it hurts too much? Will I ever find my way back again? Yeah. What if I'm lost without you? What if it hurts too much? Will I ever find my way back again? Yeah, my way back again, yeah. I hold on, I hold on to you. Mirjam Zuiderveld en Pieter Nanuru hier live in de S-Express. In Studio 2, je hoort het al op de achtergrond, daar spelen en zingen Mirjam Zuiderveld en Pieter Nanuru. Ons volgende nummer dat heet Mine. En Mine dat is een nummer dat gaat over, over het punt in je leven waarop je... Dat er altijd een punt in je leven is waarop je het heft in eigen hand kunt nemen. En je eigen keuzes kunt gaan maken. My life, don't take it, and I know that you will be mistaken to think I won't put up a fight, make it wrong or make it right, or let me be. So many things unspoken, maybe now's the time to mend what's been broken, and I know it's up to me, for a true apology will never be. Blind, now I've made up my mind to take the time and heal. Now you'll never mean more to me than a shadow from my past. All the pictures in my head will be disappearing fast
as memories will fade in time. I'm taking back what's mine. Just faking that the innocence you took was worth breaking. Though I can't erase the time, I'm taking back what's mine and never yours. You are the one who's blind. Now I've made up my mind to take the time. From my past, all the pictures in my head will be disappearing fast as memories will fade in time. I'm taking back what's mine. Now you'll never mean more to me than a shadow from my past. All the pictures in my head will be disappearing fast as memories will fade in time. I'm taking back what's mine. Dankjewel. Wat leuk dat applaus tussendoor. het volgende nummer dat heet On My Own. En On My Own heb ik geschreven toen mijn vader voor het eerst naar de Molukken ging. Daar komt hij vandaan. Hij is daar niet geboren, maar zijn ouders komen daar vandaan. En hij ging voor het eerst in zijn leven ging niet terug. En helaas kon ik daar niet bij zijn. En toen ze weggingen, toen dacht ik, ja weet je, iedereen heeft zijn eigen pad ook uit te stippelen. En eigenlijk red ik me ook prima in mijn eentje. Daarom heet het nummer On My Own. We said goodbye. I had to let you go. Going places, meeting people. I'll never know. That you're gone. Now I'm alone. You're a world away from home. But I know I will make it on my own. It's funny how the years they come and go. You made your choices and I made mine. That's just the way it goes. Now that you're gone, you're a world away from home, but I know I'll make it on my own. You're a world, a world away from home, but I know I'll make it on my own. You raised me way up. Everything I need to know and more. And now it's your turn. Bets are packed, you're ready for the journey of your life. You're a world away from home, but I know I will make it on my own. You're a world away from home.
we said goodbye. I had to let you go. Kippenvel moment hier in de studio van de S-Express. Mirjam Zuiderveld en Pieter. In studio 2 staan ze gelukkig nog steeds klaar. We zijn blij en ook dankbaar dat ze hier zijn. Mirjam Zuiderveld en Pieter Nanuru. Allebei op gitaar. Ik heb een keyboard zien staan. En Mirjam zingt gewoon prachtig. En we zijn dus ook heel blij dat ze nog meer voor ons gaan zingen. Nogmaals, handjes op elkaar voor Mirjam Zuiderveld en Pieter Nanuru. Onze volgende nummer heet Chemistry. From the corner of my eyes, I see you watching every move, and you know I'm watching yours. I can feel you getting closer, but then again not close enough to see what lies behind the door of my heart. Ooh, ooh, ooh. Somehow this thing between us, it's so complicated. I wonder when you find the time to see that I'm still here, still waiting, but I cannot wait in line much longer. Yours to follow. You from the start. It's you I want so. Don't let go of my hand. I'm just trying to understand this chemistry between us. Chemistry between us. Make you feel the way I feel when I'm with you. You know I cannot run and hide anymore, 'cause every time you look at me, I just got to let you know the way you make me feel inside. You need to follow. Though it's not yours to follow, I knew from the start, it's you I want so. Don't let go of my hand. I'm just trying to understand this chemistry between us. Chemistry between us. This chemistry between us. Corner of my eyes, I see you watching every move, and you know I'm watching yours. I can feel you getting closer, but then again I'm close enough to see what lies behind the door. Als je iemand ontmoet die heel veel indruk op je maakt, dan is het beste wat je kunt doen die persoon nooit meer te laten gaan. En daar gaat het nummer over wat ik heb geschreven. Dat heet Don't Let Go.
You took my breath away. It caught me by surprise. Now my world came tumbling down more than you realize. And though it's been a while, I know that things have changed and so have I. Don't even think you know. Don't try to understand. 'Cause I know it's just a part of how my life was meant to be. It's been a while. Can't change it if I could. You know I would. It's been a long you're still here with me, don't let go. Took my breath away. And if you only knew that every moment, every laughter brings me closer to you. It's been a while, but I know you're still here, and so am I. It's been a long you're still here with me. Don't let go. You took my breath away. Mirjam Zuiderveld en Pieter Nanuru hier in de uitzending bij de S-Express. Nou, kippenvel. Jonge Bert-Jan, of niet? Ja. Alex, niet alleen kippenvel. Ik vind gewoon, Mirjam lijkt gewoon op Joan Baez. Nou, dat is echt gewoon een rasechte Amerikaanse folkzangeres. Enorm compliment, maar helemaal terecht. Ook op social media komen soortgelijke complimenten voorbij. Dus leuk man. Ja, het is gewoon, daar zijn we even stil van, hè? Tja, ik wel. We zijn er hartstikke stil van. Ja. Even een plaatje draaien. Ja, en als jij thuis zit en je denkt van, ik wil ook daar live spelen, want ik ben ook hartstikke goed. Dat kan. Ja, dan moet je je even aanmelden hier bij ons. Ja, dat kan. Ga maar even naar onze website sexpress.nl. S-express.nl is dat. Met dubbel S. Daar kun je je opgeven. En daar krijgen wij die gegevens natuurlijk binnen. En wellicht nodigen we je dan ook uit. Bijna elke vrijdagavond is hier live muziek. Volgende week vrijdagavond hebben we een heleboel live muziek. Ja, dat is dan even heel wat anders. Maar daarover straks meer. Misschien even een...